start valt met een galoppade voor Kismi Di Puise. Hij is niet de enige. Ook Tom Kooijmans zijn paard gaat van de benen. Nummer 7 galop en nummer 5 galop. Kaunis Renka ook in galop. En zo gaan de paarden de eerste bocht opzoeken. En uitgeschakeld nummer 4 galop. En Dion Tesla gaat daar de leiding nemen. Dion Tesla doet dat in de eigenarenkleuren van stal Sans Souci. Hij leidt met Orient Newport. Tweede plaats daarachter is voor Niagara Newport. Twee Newports vooraan. En op de derde plaats is onderweg naar voren Otaki Boko, de debutant. Daarachter gaat aan de relingzijde mee Off Limit Brigadoon. En aan de buitenzijde is al terrein aan het goedmaken Runner Lobel. Runner Lobel komt naar voren. Achter hem aan komt ook Uitkieker mee. En de eerste tussentijd is 1.12.1. Vlotte tussentijd, dat is vandaag mogelijk. Vlotte tijden, want de weersomstandigheden zijn ideaal. Windstil, warm en een prachtige baan. En zo gaan de deelnemers de linkerbocht in. Leiding is in handen van Orient Newport. Orient Newport wordt gevolgd door die andere Newport, Niagara Newport. Buitenkant Runner Lobel, achter hem ligt Uitkieker. Aan de relingzijde Otaki Boko. Dan aan de buitenkant Lotbrook, de favoriet. Die ligt op dit moment zesde paard. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Daarachter ligt aan de relingzijde Off Limit Brigadoon. En dan hebben we bijna het hele peloton gehad. Eén deelnemer ligt daar nog achter, dat is een Noordster. Paarden komen voor de tribune langs. Gaan zo meteen de slotronde in. De tweede tussentijd is 16.5. Dan hebben we gelijk een hele snelle eerste kilometer van 1.14.3. En ze gaan die laatste kilometer nu in met aan de leiding Orient Newport. Orient Newport, druk wordt opgevoerd door Runner Lobel aan de buitenzijde. Daarachter aan de relingzijde ligt Niagara Newport. Uitkieker ligt vierde. Vijfde is Otaki Boko. Rote Katten kijkt om zich heen, want hij wilde graag uit. Maar dat lukt niet. Schuin naast hem, en eigenlijk bijna helemaal naast hem, ligt Lotbrook. En daarachter ligt Off Limit Brigadoon met aan de binnenkant Noordster. Paard in de rechterlijn overzijde. Uitkieker kijkt even naar buiten. Dat geeft de naam al een beetje aan dat hij dat wel kan. Leek naar het derde spoor te gaan, maar dat doet hij niet. Misschien doet hij het nu wel, want daar komt Lotbrook aan. En nu gaat hij wel. Lotbrook wordt opgevangen door Uitkieker. En zo gaan ze in 1.17 achter de derde 500 meter door. En de leider is nog altijd dezelfde, Orient Newport. Orient Newport, Runner Lobel, helemaal aan de buitenkant Uitkieker. Die moet door het derde spoor. Zo zijn ze inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. En de koploper probeert te vluchten. Orient Newport, Uitkieker gaat erachteraan. Runner Lobel ligt derde. Vierde plaats is voor Lotbrook. En vijfde is Otaki Boko. En dat zijn de paarden die het moeten gaan doen in deze koers. Daar komt Uitkieker aan met hele grote stappen. Uitkieker is naast de leider gekomen. Is inmiddels ook voorbij aan de leider. Uitkieker leidt. Lotbrook gaat nog een aanval plaatsen op Uitkieker, maar die krijgt geen schijn van kans. Uitkieker gaat de eerste winnen. Laatste 500 meter in 1.11.9. Uitkieker wint. Lotbrook is tweede. Orient Newport pakt de derde plaats. De tijd van de winnaar. 1.14.6.